Vandaag een antwoord op de vraag van Brigitte. Brigitte kampt heel regelmatig met een opgeblazen buik nadat ze iets heeft gegeten en ook buikpijn en winderigheid. En Brigitte heeft begrepen dat die opgeblazen buik en buikpijn en winderigheid betekent dat er heel regelmatig koolhydraten gefermenteerd, dat wil zeggen microbieel afgebroken met behulp van micro-organismen, worden in haar spijsverteringskanaal in plaats van, wat eigenlijk de bedoeling is, verteerd worden. En verteerd worden wil zeggen gesplitst met behulp van spijsverteringsenzymen. In dat geval, wanneer koolhydraten gefermenteerd microbieel afgebroken worden in jouw spijsverteringskanaal in plaats van verteerd enzymaat gesplitst met behulp van spijsverteringsenzymen worden, dan zullen gedurende die fermentatie allerhande gassen gevormd worden. En die gassen, ja, die zorgen voor dat opgeblazen gevoel, die opgeblazen buik, die buikpijn en die winderigheid, hè. Nou, Brigitte wil hier dolgraag vanaf, want het is niet fijn. Het staat niet mooi en het is nogal gênant. Al dat soort dingen. Dus ze wil hier vanaf. Dus is Brigitte allerhande koolhydraatbronnen met daar koolhydraatvarianten in aanwezig die erom bekend staan dat deze niet goed verteerd, gesplitst met behulp van spijsverteringsenzymen kunnen worden, is ze gaan uitsluiten, elimineren uit haar eetpatroon. Vanuit de gedachte, ja, dan zullen er minder koolhydraten gefermenteerd, microbieel, afgebroken worden, zullen er minder gassen gevormd worden, zal ik minder klachten gaan ervaren. Maar helaas, ondanks dit elimineren, ondanks dit uitsluiten van koolhydraatbronnen met koolhydraatvormen daarin aanwezig die erom bekend staan dat deze niet zo goed verteerd kunnen worden, ervaart ze nog steeds die opgeblazen buik, die buikpijn en die winderigheid. Dus kennelijk nog steeds worden koolhydraten gefermenteerd volop in plaats van verteerd in haar spijsverteringskanaal. Nu heeft Brigitte inmiddels begrepen dat dat misschien ook niet zo gek is. Want wanneer jij koolhydraatbronnen met koolhydraatvarianten die erom bekend staan dat deze niet goed verteerd kunnen worden uitsluit, dan moeten alsnog de resterende koolhydraten, dus de koolhydraten die jij wel gewoon in jouw eetpatroon houdt en hebt, ja, verteerd, gesplitst met behulp van spijsverteringsenzymen worden. En wanneer dat niet goed gaat, ja, dan zullen er dus koolhydraten onverteerd in jouw spijsverteringskanaal blijven belanden en gefermenteerd worden door de micro-organismen al daar met gasvorming tot gevolg en die opgeblazen buik en dergelijke. Hè? Brigitte heeft begrepen dat de vertering enzymatische splitsing met behulp van spijsverteringsenzymen niet iets is wat vanzelfsprekend goed verloopt. Ook niet met die varianten die wel in principe in de spijsverteringskanalen van heel veel mensen goed verteerd zouden kunnen worden. Want spijsverteringsenzymen, zo ook koolhydraatsplitsende varianten van spijsverteringsenzymen, die zijn niet vanzelfsprekend aanwezig daar waar jij voeding laat belanden. Dat is als eerste jouw mondholte. Nee, deze moeten namelijk eerst door kliercellen gevormd worden binnenin die kliercellen. En die kliercellen moeten die dan vervolgens uitscheiden, afgeven naar daar waar jij de koolhydraten laat belanden die verteerd moeten worden. Zo zitten er kliercellen in de wand van jouw mondholte, speekselkliercellen. En die kliercellen die moeten, zodra er voeding in jouw spijsverteringskanaal als eerste in jouw mondholte belandt, koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen, dat zijn eiwitten, vormen, en dan in de vorm van speeksel uitscheiden naar daar waar jij je voeding laat belanden met koolhydraten erin aanwezig die gesplitst, enzymaat gesplitst met behulp van die koolhydraatsplitsende enzymen moeten worden. Zijn die speekselkliercellen
daar niet toe in staat om die koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen, en dat zijn eiwitten, te vormen. Of niet goed in staat om na vorming deze ook wel uit te scheiden en af te geven naar daar waar jij die koolhydraten laat belanden in jouw mondholte. Ja, dan gaan de koolhydraten in jouw voeding geïnverteerd worden en moeten ze alsnog microbiel afgebroken worden. Zal die gasvorming alsnog aan de orde blijven. Hè? Dus zo begrijpt Brigitte, alles is afhankelijk. Wil ze dat die microbiële afbraak, die fermentatie afneemt en dus die gasvorming afneemt en haar opgeblazen buik afneemt. Alles is dus afhankelijk van onder andere de werking van de speekselkliercellen, cellen die de vorming en het uitscheiden van koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen mogelijk maken voor hun rekening nemen tot functie hebben. Nu heeft Brigitte begrepen dat kliercellen, zo ook speekselkliercellen, enkel in staat zijn om producten, in dit geval koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen, te vormen. En na vormen ook wel uitscheiden, afgeven naar het extracellulaire milieu, afgeven naar daar waar jij de koolhydraten laat belanden die verteerd moeten worden, je mondholte. Wanneer kliercellen, dat zijn cellen met een uitscheidende functie, eerst vanuit het extracellulaire milieu, dus van buiten die cellen, de benodigdheden, het materiaal hebben kunnen opnemen die die cellen nodig hebben om die enzymen te kunnen vormen en vervolgens ook wel uit te kunnen scheiden. Dat gebeurt met behulp van vesikels, transport- en secretieblaasjes en transporteiwitten. Want zolang en wanneer kliercellen, waaronder de speekselkliercellen in de wand van jouw mond, nog niet het materiaal dat deze cellen nodig hebben om die enzymen te kunnen vormen en vervolgens ook wel uit te scheiden met behulp van die vesikels en transporteiwitten uit het extracellulaire milieu, dus van buiten die cellen, op hebben kunnen nemen, ja, dan zijn die cellen simpelweg niet in staat om die enzymen te vormen en of deze uit te scheiden naar daar waar ze de koolhydraten in jouw voeding moeten verteren, splitsen en wil je dat die fermentatie afneemt. Speekselkliercellen in de wand van jouw mondholte, die moeten altijd eerst met behulp van lipoproteïnes vanuit het extracellulaire milieu van die cellen, van buiten die cellen, opnemen naar binnen. En waarom? Nou, koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen, dat zijn eiwitten. En die moeten, nadat deze gevormd zijn, uitgescheiden worden door die speekselkliercellen met behulp van vesikels en transporteiwitten. En die vesikels en transporteiwitten die zijn opgebouwd uit membraanmoleculen. En membraanmoleculen, dat betreffen moleculen met een amfifiel karakter. Dat wil zeggen een wateroplosbaar deel en een vetoplosbaar deel. Cellen, waaronder die speekselkliercellen in de wand van jouw mondholte, zijn enkel in staat om die membraanmoleculen, die vesikels en die transporteiwitten te vormen, wanneer deze cellen eerst lipidenmateriaal op hebben kunnen nemen met behulp van lipoproteïne-receptoren. Lipoproteïnen zijn namelijk transporteiwitten die het transport van vetoplosbare moleculen door waterrijk milieu mogelijk maken. Dus pas wanneer speekselkliercellen met behulp van lipoproteïne-receptoren lipoproteïnes van buiten naar binnen op hebben kunnen nemen, dan kunnen die cellen beschikken over lipidenmateriaal. Zijn die cellen in staat om vesikels en transporteiwitten, die zijn opgebouwd uit membraanmoleculen, te vormen. En dan pas zijn die cellen in staat om hun product, in dit geval koolhydraatsplitsende spijsverteringsenzymen, met behulp van vesikels en transporteiwitten, uit te scheiden. Dan pas kunnen de koolhydraten in jouw voeding met behulp van die enzymen verteerd, met behulp van enzymen gesplitst worden, kan de microbiële afbraak van koolhydraten in jouw spijsverteringskanaal afnemen. En dus ook de gasvorming die daaruit voortkomt afnemen en jouw opgeblazen buik is dus
is nogal afhankelijk van de opname van lipoproteïnes vanuit het extracellulaire milieu van de speekselvliescellen in de wand van jouw mondholte naar binnen in die cellen. Want niet eerder dan dat beschikken die cellen over het lipide materiaal dat ze nodig hebben om vesicles en transporteiwitten te kunnen vormen, waarmee celproducten, in dit geval koolhydratsplitsende spijsverteringsenzymen, van binnen naar buiten uitgescheiden moeten kunnen worden. Dus is de vraag van Brigitte, kan ik ook invloed uitoefenen op de opname van lipoproteïnes vanuit het extracellulaire milieu van mijn speekselvliescellen naar binnen in die cellen? Want ze begrijpt niet eerder dan dat dat goed verloopt, zal ook de vorming en uitscheiding afgifte van koolhydratsplitsende spijsverteringsenzymen door die cellen weer beter verlopen, zal de vertering van koolhydraten in haar spijsverteringskanaal weer beter verlopen, zal er minder microbiële afbraak van koolhydraten in haar spijsverteringskanaal plaatsvinden, zal er minder gasvorming plaatsvinden en dan pas zal opgeblazen buik en die winderigheid en die buikpijn afnemen. Nou, Brigitte. Alle cellen in jouw lijf en dus ook de speekselvliescellen in de wand van jouw mondholte kunnen twee soorten processen uitvoeren. Katabole, dat wil zeggen afbrekende processen, en ook anabole, opbouwende en herstellende stofwisselprocessen. De vorming van lipoproteïne receptoren, dat wat nodig is om met behulp van lipoproteïne receptoren lipoproteïnes vanuit het extracellulaire milieu naar binnen op te kunnen nemen. De vorming van lipoproteïne receptoren, dat is een anabool opbouwend en herstellend stofwisselproces. Lipoproteïne receptoren, dat zijn membraangebonden eiwitten en eiwitten vormen, ja. Dat is een anabool stofwisselproces. De eiwitsynthese in cellen is een anabool stofwisselproces. Dus is alles met betrekking tot het vormen en uitscheiden van koolhydratsplitsende spijsverteringsenzymen door die cellen nogal afhankelijk van de uitvoering van anabole stofwisselprocessen in en door die cellen. Maar wanneer kunnen die cellen nou wel en wanneer kunnen die cellen nou niet anabole opbouwende en herstellende stofwisselprocessen uitvoeren. Processen waarbij nieuwe verbindingen gevormd worden, zoals eiwitten, membraangebonden eiwitten, maar ook koolhydratsplitsende spijsverteringsenzymen, zien we al dat soort verbindingen. Wanneer die cellen in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen, enkel dan kunnen cellen met een uitscheidende functie anabole stofwisselprocessen uitvoeren. Alleen, een heel aantal bouwstoffen en ook vocht is essentieel. Dat wil zeggen, kan geen enkele cel in je lichaam en dus ook de speekselvliescel in de wand van je mondholte niet zelf vormen, moet jij met jouw voeding aanleveren. Dat zijn alle vitamines, een heel aantal mineralen, een heel aantal spoorelementen. 9 varianten van aminozuren zijn essentieel en 2 varianten van vetzuren zijn essentieel. Dus ervaar jij winderigheid, een opgeblazen gevoel en buikpijn als gevolg van een slechte vertering van koolhydraten in jouw darmen en daardoor een hoge mate van microbiële afbraak van koolhydraten in jouw darmen en wil jij dat koolhydraten beter verteerd gaan worden? Dan zul jij ervoor moeten zorgen dat de speekselvliescellen in de wand van jouw mondholte beter voorzien gaan worden in vocht, in essentiële vitamines, in essentiële mineralen, in essentiële spoorelementen, in de 9 essentiële varianten van aminozuren en in de 2 essentiële varianten van vetzuren. Want niet eerder dan dat die cellen met een uitscheidende functie al deze stoffen bezitten, dan pas zijn die cellen weer beter in staat om anabole opbouwende en herstellende processen uit te voeren. En dus niet wanneer jij koolhydraatbronnen, koolhydraatvormen, die erom bekend staan dat deze niet goed verteerd kunnen worden, uit gaat sluiten. Want ja, dat garandeert toch niet dat die cellen in de wand van jouw mondholte opeens beter in staat zijn om vocht te verkrijgen. En die vitamines en die mineralen, spoorelementen, aminozuren, vetzuren, nee. Dus dat staat jou te doen.